Straffen, de spelers straffen, ja. die mogen voor mij rustig, ze mogen voor mij ook weg. Zulke spelers die dat doen, heb ik geen enkel probleem mee. Maar belast niet een hele vereniging ermee. Het wedstrijdformulier van het Bekerduel van afgelopen zondag ligt er niet om. In de 73ste minuut werd de wedstrijd gestaakt. Nadat de scheidsrechter wordt uitgescholden voor Blinden, Kankermoer en Zwarte Piet. Er wordt al eerder tijdens het duel gescholden naar de wedstrijdleiding. Eén speler krijgt een tweede gele kaart. Een andere speler krijgt een rode. In de rapportage van de KNVB staat. Meerdere spelers van Zeeburgia zouden commentaar hebben geleverd op de scheidsrechter. Daarbij zouden scheldwoorden in het Surinaams zijn gebruikt. Bij het aflopen van het veld zouden meerdere toeschouwers, supporters van Zeeburgia, de scheidsrechter hebben beledigd. Met onder andere de woorden flikker, bounty en in het Surinaams dagoe. En dat vind ik verschrikkelijk. Dat hoort niet op een voetbalveld thuis. Daar zijn wij bij Zeeburgia heel erg streng in. Dit hoort niet, maar het gebeurt. Vindt u dan niet terecht dat het eerste voorlopig uit de competitie wordt gehaald? Nou, ik weet niet wat er in betaald voetbal gezegd wordt, maar er worden vast en zeker meer dingen gezegd. En dat je je dan meteen uit de competitie komt halen, ook al heb je een voorwaardelijke straf. Ik vind de voorwaardelijke straf, of überhaupt de straffen van de KVB, een belachelijke zaak. Zeeburgia gaat bezwaar aantekenen tegen de ten laste legging. De voorzitter vindt het een ramp voor de club. Nou, Ik vind dat je op het moment alle zaken die er gebeuren op het voetbalveld onder een vergrootglas gelegd worden. Omdat het zo nodig op een bord staat, daar, zonder respect geen voetbal. Het gaat me te ver. Maar is het juist niet goed om het hard aan te pakken? Je mag, je mag het van mij aanpakken, maar pak het bij de persoon aan die je doet. Pak het niet bij een vereniging aan. Wij als vereniging doen er alles aan. Het onderzoek van de KNVB duurt in de regel twee weken. Dan moet duidelijk worden of het eerste elftal weer mag spelen of niet.